Ik ben Sjoerd Robetter, 36, vader van 2, oprichter van Naïef Babycare. Dat zijn we 3 jaar geleden begonnen, samen met Jochem. Ik ben Jochem Hess, vader van 3 zonen. Toen we zelf allebei vader werden en dus letterlijk en figuurlijk met onze handen in de babyzorg zaten, hadden we 2 inzichten. Aan de ene kant misten we kwaliteit binnen de babyverzorging en aan de andere kant misten we een vrolijk, aansprekelijk merk. En die 2 inzichten hebben we geprobeerd te combineren. Dat doen we nu in een aantal jaren en verkopen we in binnen- en buitenland en we krijgen daar heel veel goede reacties op. Onze droom is om van Naïef een internationaal succes te maken met een hele duidelijke focus op baby's, kinderen en natuurlijk kwaliteit. Zowel in winkels als online en dat ziet er heel goed uit. We zijn inmiddels in meer dan 10 landen verkrijgbaar, van Nederland tot Korea. We winnen ook allerlei prijzen, we winnen designprijzen, we winnen beste natuurlijke babyproductprijzen in Engeland, in Duitsland. Maar ook prijzen in Nederland van de gemeente van Den Haag, Impact City. Voor vernieuwende bedrijven. Naïef onderscheidt zich van haar concurrenten door kwaliteit te bieden. Dat doen we aan de ene kant door topproducten te maken op basis van natuurlijke oliën, katoenzaad, amandel, avocado, zonder chemische toevoegingen. En aan de andere kant door topservice te bieden. We spreken heel veel met onze klanten, we luisteren naar ze. En ja, dat levert kwaliteit op. Qua producten houden we ons echt tot de basis van wat de moeder nodig heeft voor haar kinderen. En proberen we dit jaar 2 producten aan toe te voegen. Dat is een zonnebrand met SPF 50, een natuurlijke filter. En zijn we ook samen met UNICEF aan het kijken of we een handzeep kunnen ontwikkelen. Ja, en qua marketing moet je denken aan partnerships. Denk aan ziekenhuizen, crashketens, maar ook hotels. Uiteraard zijn we ook heel actief op social media. Ook daar proberen we ons in te onderscheiden door een bepaalde wereld te creëren voor onze doelgroep. En daarnaast ook PR, heel belangrijk voor ons, in de juiste bladen met de juiste content staan. We ontwikkelen onze producten samen met een Nederlands lab en een Nederlandse producent. Daarbij worden we geholpen door onze dermatoloog Elian Brennickmeijer. Het is leuk om te vertellen dat we in het begin ook honderden moeders gesproken hebben, om input gevraagd hebben. En die hebben eigenlijk mede het merk ontwikkeld, daar waar we nu staan. Mijn favoriete product is de Nurturing Cream, die gebruik ik zelf na het scheren. En mijn favoriete product is de badolie, waar ik heel stiekem 1 keer in de week mee in bad ga.